Kapsalon, dit is te makkelijk. De ingrediënten die pakken we. De ui, komkommer, tomaat en de sla, die wassen we af en dan hakken we. Een klein beetje kruiden en dat voor de smaak, want anders is het niet te hachelen. Wat was er als eerst? De kip of het ei? Maakt niet uit, ja, die dijen die wassen. Daarmee maak ik dunner, het maakt me niet dunner. We pakken de spullen, je moet het maar kunnen. De kip gaan we kruiden masseren, het huiden alweer dan een uitje, die shit, laat maar huilen. Ik daarin een prikken, de kip gaan we prikken. Als deze nog levert, wat zou die niet pikken? Heb deze geschoven daar diep in de oven. Als deze te hard gaat, dan moet je hem doven. Geen blinde moet aardappels vinden. Eenmaal gevonden, dan moet je ze schillen. Krijg niet betaald, nee, je doet dit vrijwillig. Snijd dan mooi in vorm, dan laat je ze chillen. Laat ze even weken, een minuut of zo. Dan nog even lekken en dan heb je het droog. Gooi het in de olie, die moet niet te hoog. Voor een paar minuten halen, ruikt jij ook. Altijd een kwartietje dan even staan. Ja, en dan gaat de frituur alweer aan. Gooi het erin en laat het lekker bakken totdat die goudbruin is en helemaal gaar. Strooi er wat zout en hussel door elkaar. Beste patat, ik wil echt geen gemaar. Ja, de kapsalon is bijna compleet, dus we maken hem nu even klaar. Frietjes dunner, verse kaas, laat hem lekker smelten. Zet wat knoflook, zet die sambal, zet alles op stelten. Groenten gaan er ook nog op, dat moest ik even melden. Kapsalon is veel te lekker, ik ga bijna schelden. Damn.